Be careful what you wish for, 'cause you just might get it. Be careful what you wish for, 'cause you just might get it. Be careful what you wish for, 'cause you just might get it. Might get it, might get it. Da, da, da. De reden dat ik dit liedje zing is niet zomaar. Want vandaag gaan we het hebben over de Law of Attraction. Ofwel de wet van de aantrekkingskracht. De wet van de aantrekkingskracht neemt me nu al zo'n, nou, ik denk toch wel een jaartje of 5 ongeveer in de ban. En dat komt omdat ik van nature eigenlijk zelf niet super positief ben, denk ik. En daar werd ik op een gegeven moment heel erg moe van. Vooral ook toen ik een kindje kreeg. En je hebt toch te maken met, ja, ook als je carrière gaat maken en met mensen gaat werken. Heb je toch ook vaak te maken met afwijzing of met mensen die heel, heel, heel extreem zakelijk zijn of, nou ja, goed, wat dus best wel impact kan hebben op jezelf. En die impact die dat kan hebben op jezelf, daar was ik helemaal klaar mee. Echt finito, done. Het moest helemaal klaar zijn. Ik wilde die manier van denken, wilde ik gewoon 180 graden draaien. Even de Law of Attraction. Ik begon deze vlog met het nummer Be careful what you wish for, 'cause you just might get it. En dat is niet voor niks. Want het menselijk leven werkt namelijk zo. Wat je denkt, bewust of onbewust, je krijgt het. Voorbeeld. Je hebt vast wel eens gedacht dat je ziek zou worden. Of dat je dat er door je hoofd ging. Goh, ik heb al weet ik veel, een jaar geen keelontsteking meer gehad. Of wow, ik heb al 2 jaar geen blaasontsteking meer gehad. Super chill. En dan, suddenly, nou, ik denk maandje, 2 maandjes later, zit jij dus met een blaasontsteking of een keelontsteking. Hoe kan dit? Dat kan. Omdat wij mensen bestaan uit energie. Eigenlijk alles, alle materie om ons heen en alles en nog wat bestaat uit energie, uit bepaalde energiefrequenties. Daarbij kent het universum geen onderscheid tussen wel en niet. Dus als jij zegt, ik heb al zoveel jaar geen blaasontsteking meer gehad of you name it, dan hoort het universum alleen maar blaasontsteking. Wat gebeurt er? Je slaat het onbewust op. En je denkt bewust misschien, nee joh, dat krijg ik niet meer. En dan opeens, onbewust, zit het dus in je energielevel. Ergens verstopt. En dat uit zich dus in een blaasontsteking, in een keelontsteking, in ziek zijn, in whatever. First of all, mind your words. Dus kijk uit met wat je zegt, hoe je dingen zegt. Als jij zegt, ik wil geen schulden meer, dan hoort het universum alleen maar schulden. Als jij zegt, ik heb geen geld, dan hoort het universum alleen maar geen geld. Vaak denken wij vanuit een lack. Dus niet uit een leak, lack. Uit een gebrek van wat we niet hebben. Denk maar eens hoe makkelijk het is om negatief te denken. Ik heb heel veel vriendinnetjes om me heen die zeggen, oh, ik blijf mijn hele leven alleen. Oh, maar Flo, jij hebt al 2 kinderen bijna. En je hebt een man en een huis. En je hebt allemaal zo goed geregeld. En ik heb helemaal niks. En oh, en ik heb geen geld. En oh, ik ben arm. En oh, nee, dat kunnen we niet gaan doen. Want nee. Nou, we zien het dus vooral bij geld. We zien het vooral bij vriendschappen. We zien het bij relaties. We zien het bij liefdes. Eigenlijk super belangrijke dingen in het leven benaderen wij vanuit een lack. Nou, en dat is natuurlijk helemaal niet goed. Het is heel makkelijk voor je geest om zo te denken. Voor je onderbewustzijn en ook voor je bewustzijn. We worden immers geboren met een paradigma, dus met een referentiekader
waarbij, wat eigenlijk helemaal blanco is, maar waarbij we als we opgroeien, wordt dat volgestopt met ideeën, met gedachtes, met, nou ja, zie je het als een soort cultureel iets waar je vandaan komt, wat goed is, wat fout is. Dat is zo ingebakken dat het heel moeilijk is om dat er weer uit te krijgen. Bijvoorbeeld, jij bent vroeger in een gezin opgegroeid waar altijd werd gezegd, nee, dat kunnen we niet kopen, want er is geen geld. Die buren zijn niet oké, want... neem het. En jij neemt dat dus onbewust over. Daar kun je in principe niks aan doen. Want het zit nou eenmaal gewoon in hoe jij bent opgegroeid, in je eigen gedachtes, in waar je vandaan komt. En dat is logisch. Daarom is het heel makkelijk om terug te vallen naar die negativiteit. Maar dat willen we natuurlijk helemaal niet. Nee, want we willen heel positief in het leven staan. We willen wel geld hebben. We willen wel succesvol worden. We willen wel vrienden hebben. We willen wel een balans vinden. We willen wel kinderen. Lalalala. We willen alles. Maar hoe krijgen we dat nou? Door dat gebrek, of door die lack, om te zetten in juist iets positiefs. Lack staat gelijk aan angst. Denk maar eens aan, ik zeg tegen jou, je krijgt, ik geef je 10.000 euro. Of wat nou als jij morgen je bankrekening checkt en er staat opeens 25.000 euro op. Heel veel mensen kunnen denken, tuurlijk in eerste instantie denk je, oh relaxed. Maar er zijn ook mensen die denken, maar ik verdien het niet. Wat moet ik hier dan mee doen? Ik ben bang dat ik het in één keer uit ga geven. Ik ben bang dat ik er niet meer mee om kan gaan. Alleen maar dat soort dingen. Als ik nu een leuke man tegenkom, wat gebeurt er dan? Hoe reageert hij op mij? Nee, laat maar. Dus vanuit je lek, vanuit dat gebrek, wijs je dus onbewust dingen af. Of weer je dus onbewust dingen af. En dat is niet wat we willen, want we willen niet leven vanuit angst. We willen niet leven vanuit een leven waarin we wel dingen willen. En waarin we wel dus dingen waar willen maken en dromen en kinderen en geld en alles en nog wat. Maar waarbij we onbewust dus wel uit angst leven. Want dat is ook hoe mensen reageren. En dat is nou juist wat de wet van de aantrekkingskracht is. We willen die angst juist omzetten in doen. We willen het, we willen wat we denken... Zonder dat er angst bij kunt komen. Zonder dat er angst bij komt kijken. Willen we direct omzetten in. Dus in iets positiefs. Dus, voorbeeld. Jij hebt een mailtje naar iemand gestuurd. En jij opent je mailbox de volgende dag. En je hebt niet zo'n hele leuke reactie. Dan kan je twee dingen doen. Je kan of bij de pakken neer gaan zitten. En denken van, oh, zie je nou wel en ik ben het niet waard en ik kan het niet. En mensen doen altijd zo rot tegen me en wat is dat toch? En waarom moet iedereen altijd zo tegen me doen? En dan, op dat moment, gaat de wet van de aantrekkingskracht werken. Die denkt, hij of zij is het niet waard. Dus wat gebeurt er? Je gaat in een nog meer negatieve spiraal. Je trekt nog meer mensen naar je toe, de wet van de aantrekkingskracht... Die wederom zullen reageren zoals toen. En ga maar door. Het is prima om die gedachten te hebben. Om even te denken van... Shit, hier had ik niet echt op gerekend. Ik ben hier niet heel blij mee. Of prima, laat dat gevoel ook vooral zijn. Laat het zijn, maar denk wel gelijk. Maar zo wil ik het niet. Zo wil ik niet denken. Ik wil dit omzetten in iets positiefs. En dan gaat de wet van de aantrekkingskracht dus weer de andere kant op werken. Want die gaat dan denken, oké, hoe ga ik dit nu iets positiefs omzetten? Door te zeggen, fijn dit mailtje dat ik heb gekregen. Ik ben hier heel dankbaar voor dat dit er ook is. Want misschien wil hij of zij mij op deze manier gewoon helpen. En zie het niet direct als een afwijzing, maar zie het als een leermoment. Nou goed, zo gaat het niet alleen met e-mails, maar zo kan het natuurlijk ook met geld gaan. Wij hebben als mens zijn best wel een hele rare relatie met geld. Want geld kan heel eng zijn. Want we moeten werken voor ons geld. En we hebben te maken met mensen om ons heen die meer of minder geld verdienen. Met geld, laten we zeggen, we zijn redelijk afhankelijk van geld.
We willen er dingen mee kopen. Misschien zijn onze verwachtingen hoger dan dat we daadwerkelijk kunnen uitgeven. Misschien heb je ooit een keer een belastingaanslag van 3000 euro gehad. En is daardoor je gevoel voor geld een beetje... Maar dat willen we niet. Dus wat moet je doen om juist die relatie met geld weer helemaal goed te krijgen? Wees er relaxed over, lieve mensen. Denk aan dat je al veel geld hebt. Visualiseer dat je een rijk mens bent. Visualiseer je portemonnee met heel veel geld erin. Of American Express Platinum Cards of weet ik veel wat. En wees er wat meer relaxed over. Als jij een etentje hebt en je gaat denken van... Oh ja, maar nou dan neem ik maar geen voorhoofden en nagerecht. Want ja, dat is toch wel een beetje duur of zo. Dan gaat het dus niet lukken. Dan denkt het universum, de vibratie, de hele energie denkt... Oh, dit is niet wat ze wil. Ze wil niet geld uitgeven. Ze wil niet uiteten. Ze wil niet... ze wil het beetje dat ze heeft, wil ze voor zichzelf houden. En krampachtig vasthouden. Terwijl als je denkt... Nou, ik leef. Ik heb ervoor gewerkt. Ik word relaxed met geld. Dan wordt het vanzelf ook een stuk relaxter. Echt. Het is gewoon echt zo. Want als jij... Kijk, je kan leven vanuit angst. Maar je kan ook leven vanuit joy. Vanuit vreugde. En toevallig is joy ook echt de hoogste vibratie kwaliteit die je maar kan hebben. Volgens mij is angst inderdaad een van de laagste. Dus je energieniveau gaat dan dusdanig naar beneden. Volgens mij is dat nul, weet ik niet. Zou ik even voor de zekerheid moeten opzoeken. En dat trek je dus ook aan. En dat trek je dus ook aan. Gaan we kijken naar vreugde. Dat is... Nou, ik denk vibratienummer tussen de... Volgens mij is de max 700. En als je op 528 zit, dan zit je goed. Alles daarboven is het helemaal goed. En vreugde, of wel joy, is echt het hoogste. Dus als je daar zit, dan... Dan trek je dus alles aan wat ook bij die frequentie hoort. Dus dat is super hoog en dat is heel erg goed. Dus bekijk alles eigenlijk vanuit een soort vreugde. Je weet niet wat er komen gaat. Je weet niet wat de toekomst je brengt. We kunnen leven vanuit angst, want het is comfortabel. Je zit continu in je comfortzone. Maar dat willen we natuurlijk niet. Nee, dat willen we niet. Want we willen leven. We willen kunnen leven. We zijn vrije mensen. Het universum is veel groter dan we denken. Er is veel meer dan alleen wij en aarde. En in principe stellen we niet heel veel voor. Maar als we gewoon zorgen dat alle frequenties van energiefrequenties of vibraties van mensen hoger wordt, dan komen we in een veel leukere wereld terecht. En dan kunnen we elkaar ook helpen. En tuurlijk, als die ene vriendin weer een blauwtje heeft gelopen of is afgewezen of whatever, dan moet je er voor er zijn. Maar neem dat niet over, want het is niet van jou. Het is niet jouw leven. Zij moet daarmee dealen. En hij of zij, die hoop ook dat hij of zij nu naar deze vlog kijkt, dat hij de mindset een beetje gaat veranderen. Oké. Die mindset veranderen, Florien, dat is super leuk. Dat is echt heel, heel, heel leuk dat je dat zegt. Maar dat gaat niet van de ene op de andere dag. Nee, dat gaat ook niet van de ene op de andere dag. Dat klopt, maar oefening baart kunst. Dus, wat er gebeurt is dat je gewoon veel moet oefenen. Een verandering neemt ongeveer 31 dagen in beslag. Ongeveer als je het je eigen wil maken. Dus begin vooral nu. Wees bewust van al je gedachten. En besef dat als je... een negatieve gedachte hebt of er gebeurt iets vandaag waar je dus waar je toch niet zo'n heel leuk gevoel bij krijgt. Dus waar je vibratie, want gevoelens staan gelijk aan vibraties. Gevoelens zijn eigenlijk het energielevel van je lichaam. Als jij voelt dat die zo vroom, zakt naar beneden, ga dan bij jezelf te raden en denk, oké,
Dit gevoel mag er zijn, maar ik wil het nu omzetten in iets positiefs. Ik ben een mens, ik ken geen angst en ik wil het nu omzetten in iets heel moois, in een hogere vibratie. Vibratie, het is best wel raar eigenlijk, maar nou ja, dus als je zo gaat denken en tuurlijk, je hebt weet ik veel miljoenen of honderdduizenden gedachten per dag. Dus het is sowieso zaak dat je eerst even alle gedachten gaat uitpluizen. Kijken wat je daarmee kan doen en dan hebben we het nu over dag 1 en dan gaan we zo verder naar de rest van de komende 4 weken. En dan op een gegeven moment bij dag 31 moet het al een stuk beter gaan. In ieder geval is dat bij mij het geval geweest. Het heeft inderdaad eventjes geduurd. Maar kijk, het hele idee van de wet van de aantrekkingskracht is we hebben een keus. We hebben een keus om gelukkig te zijn. Oké, er zijn uitzonderingen. Tuurlijk, er zijn echt wel bepaalde uitzonderingen. En in Nederland hebben we het allemaal heel goed. En als we kijken naar andere landen is dat misschien een heel ander verhaal. Maar uiteindelijk heeft alles te maken met mindset. En het is ook een keus om positieve gedachten te adopteren. Want we kunnen ook kiezen om lekker in die comfortzone te blijven zitten. Om lekker bij de pakken neer te blijven zitten. Om lekker te denken. Mijn leven is toch niks. En nou ja, dat kan. Maar dat is een keus. Als je daarvoor wil kiezen, dan moet je dat zeker doen. Lijkt mij niet heel gezellig in ieder geval. Dus ga gewoon door. Maak wat van je leven. En weet ook dat alles uiteindelijk vanuit joy moet komen. En dat we dat allemaal, jong of oud, man of vrouw, whatever. We kunnen het allemaal. Dus dat is echt een hele geruststelling. Dus dat is 1. Nou, dat was deze vlog over de wet van de aantrekkingskracht. De volgende keer zou ik een paar podcasts uitlichten die ik heel veel luister. Boeken die ik heb gelezen. En zou ik je tips geven hoe je die energie, vibratie, frequentie kan verhogen. Er zijn namelijk bepaalde tips voor. Zo heeft dat te maken met bewegen, met mediteren. Nou goed, er zijn honderden tips waar ik je volgende week meer over zou vertellen. Oké, nou, yes! Ik voel me super goed na deze vlog. Ik hoop dat jullie dat ook zullen doen. En dat jullie je ook goed voelen. Dus even een kleine recap. Mind your words. Dus denk goed over wat je zegt. Probeer niet in het negatieve te formuleren. Maar denk positief. B. Denk dat je het al hebt. Denk al dat je heel rijk bent. Heel succesvol bent. Heel gelukkig. Heel gezond. Ik bedoel, niet voor iedereen is rijkdom heel erg belangrijk. Rijkdom omvat heel veel dingen. Het kan zitten in familie, in eten, in nou ja, whatever. Dat is iets wat je voor jezelf moet bepalen. 3. Analyseer die gedachten die komen en probeer ze om te zetten in iets positiefs. En 4. Raise your frequency. En daar ga ik je dus volgende week meer tips over geven. Oké, nou, ik hoop dat je genoten hebt. Hierna zullen we zien een slide waar je kan aanmelden op mijn YouTube kanaal. En vergeet me niet te volgen op Instagram. En dan zie ik je volgende week. Oké, doei!